Vandaag ga ik je op weg helpen met de traanfilmanalyse van de Phoenix software. We gaan kijken naar de Nibud. En de Nibud, dat is niet niks. Oké, we gaan het dus vandaag hebben over traanfilmanalyses en dan specifiek de Nibud. Traanfilmcontroles en traanfilmbeoordelingen wordt steeds belangrijker in onze lenspraktijk. We plaatsen een contactlens immers niet op het oog zelf, we zetten die in de traanfilm. En we zien gewoon dat een traanfilm vandaag de dag steeds meer instabieler aan het worden is. En dat heeft met allerlei soorten externe factoren kan dat te maken hebben. En wat we ook zien is dat eigenlijk onze topograaf, of een schuimvloeikamera, in ieder geval al dat soort apparaten, krijgen steeds meer functionaliteiten om die traanfilm in kaart te brengen. Dus waar wij bijvoorbeeld een CSO Antares alleen nog maar gebruiken voor die cornetopografie, wil ik je echt uitnodigen om ook andere functionaliteiten van het apparaat te gebruiken. Want we moeten beseffen dat een Antares of een reflectietopograaf in het algemeen alleen maar zijn werk kan doen door de reflectie van de traanfilm. Dus waarom zou je alleen beperken tot het in kaart brengen van de vorm van het oog, terwijl je dus ook goed door die reflectiemethode kunt zien hoe de kwaliteit van die traanfilm is. En sterker nog, ik roep het al jaren, joh, maak nou meerdere topenbeelden, vergelijk die nou met elkaar. En als je die met elkaar gaat vergelijken, dan zul je heel vaak zien, helemaal aan het einde van de dag ook, dat die van elkaar gaan wisselen. Dat al die metingen net niet op elkaar lijken. En dan heb je vaak te maken met een instabiele traanfilm. En veel topografen krijgen dus ook steeds meer features erin om veel meer inzicht te krijgen in die traanfilm. En dus ook de CSO Antares en de CSO Sirius en de MS39, die hebben allemaal functionaliteiten om naar die traanfilm te kijken. Let wel, wat ik hierbij moet zetten, het draait niet alleen maar om de Nibud en meibomografie bij traanfilmproblematiek. Het is dus veel complexer en ik kan je vertellen, ik heb mijn eigen lenspraktijk. Ik besteed er heel veel aandacht aan droge ogen. En ik probeer er zoveel mogelijk van te lezen en te leren. En ik moet je wel zeggen dat hoe meer je ervan weet, hoe meer ik erachter kom, hoe weinig ik er eigenlijk van weet. Dus het is best nog wel een complexe materie. Maar screenende werking met zo'n topograaf, om in ieder geval de kaf van het koren te scheiden, kunnen we zelf heel goed doen. En probeer je echt voor uit te nodigen om dat te gaan doen in je praktijk. Wat gaan we dan vandaag exact doen? Nou, ik wil je sowieso gaan uitleggen hoe je zo'n meting maakt. Dus we gaan zo dadelijk even een persoon achter de Antares zetten. En dan zal ik je softwarematig laten zien hoe dat gaat. En vervolgens gaan we ook softwarematig kijken van, joh, hoe ga je dan naar die beelden kijken en wat voor informatie kun je eruit halen? En nogmaals, het is best wel tricky business om op basis van één meting gelijk maar een hele conclusie te hebben. Dus het is meer een tool die we geven, maar je moet eigenlijk meerdere metingen doen en veel meer analyses om een totaalbeeld van het droge oog te krijgen. Dus nogmaals, ga niet denken, oh, ik heb dit kan ik zo dadelijk en nu heb ik gelijk een eindoordeel over een droge oog. Ik denk dat dat een beetje tricky business is, maar het zijn wel dingen dat je consument kan laten zien, en dan ga ik je zo dadelijk echt laten zien hoe je dat zou kunnen doen, je consument kan laten zien dat er misschien wel een ander probleem speelt dan een lensprobleem, of misschien dat ze wisselvallig met een bril kijken, dat het niet van de bril komt, maar juist dat de traanfilm daar misschien een onderdeel van kan zijn. En dan kun je natuurlijk altijd nog doorverwijzen naar andere personen, zoals ik misschien, nee hoor, die dan misschien verder op die materie in kunnen gaan. Nogmaals, droge ogenproblematiek is relatief, ja, echt nog wel complex en ook nog best wel ontgonnen, dus we zijn er met z'n allen wel nog wel heel veel van aan het leren, maar wat ik wel inmiddels weet, het kost heel veel tijd en heel veel aandacht en je moet jezelf afvragen of jou in de praktijk, of je daar dat wilt. Maar goed, dat is een eigen keuze die je zou moeten maken. Laten we eerst eens gaan kijken hoe je nou het beste een plaatje zou kunnen maken. Of in ieder geval een meting zou kunnen doen voor de Nibud. Oké, we zitten hier in het scherm van de Phoenix software. En ik heb even een consument aangemaakt. Mijn collega zit op dit moment aan de andere kant van de Antares topograaf. Dus we kunnen al gelijk starten met een meting. En dat doen we door aan de bovenkant te klikken met het groene plusje. En als we daarop klikken, dan zie je dat de software gaat starten. En dat er ineens heel veel mogelijkheden zijn van, ja, wat wil je dan uiteindelijk doen?
Nou, en we kunnen keratoscopie doen, dus topografie eigenlijk. We kunnen video maken, nou, zo kun je nog meerdere dingen doen. Maar we willen dus in dit geval een traanfilmanalyse gaan doen. En eigenlijk dus een Nibud-meting. Maar wat ik al aangaf, de Phoenix software noemt het een traanfilmanalyse. En op het moment dat we daarop klikken, dan verandert de lichtintensiteit van die ringen, zul je merken. En wat we willen is eigenlijk een focus raken met het oog. Je wil die cirkels op het oog hebben. En als je aan de rechterkant kijkt, zie je dus een balkje. En dat balkje kan groen worden of kan minder groen worden. Ligt eraan of je in focus bent, ja of nee. Nou, het is groen, we zijn in focus. En wat we dan kunnen hierboven zien, wordt er precies verteld wat we moeten doen. We moeten de zwarte knop van de joystick moeten we gaan indrukken. En dat doen we. En dan vragen we of die consument 2 maal wil knipperen. En die persoon doet het en direct zie je dat de meting automatisch start. En het enige wat je moet gaan doen is motiveren dat die consument niet gaat knipperen. En die meting duurt op zich 17 seconden. Maar tenzij de consument eerder knippert, dan stopt die meting eerder. Maar in principe stopt die vanzelf na die 17 seconden. En het enige wat jij in die 17 seconden moet doen, is natuurlijk zeggen dat die consument het supergoed doet. En vooral niet knipperen. Nou. Het komt wel eens voor dat die meting gewoon die consument niet goed geluisterd hebt en dat hij al heel snel gaat knipperen. Dat je die meting opnieuw wil doen. Dan kun je gelijk weer op die joystick klikken en vervolgens kun je die metingen weer gaan herhalen. Nou, op het moment dat we die meting gedaan hebben, dan klikken we op afsluiten. En dan zijn we eigenlijk klaar. Dan schakelen we nu weer terug naar het scherm en dan ga ik je vertellen hoe we dan uiteindelijk naar de data gaan kijken. We hebben nu gezien hoe je zo'n Nibud-meting doet in de praktijk. En eerlijk is eerlijk, dat is relatief eenvoudig. Het is vooral een consument stimuleren om niet te gaan knipperen. Tussentijds, tenzij ze het echt niet meer volhouden natuurlijk. Maar nu gaan we even kijken van ja, wat kunnen we dan met de Phoenix software? Wat vertelt u ons dan en wat kunnen we daar dan mee? Nou, dan ga ik wel naar het scherm. Dan kan ik je veel beter uitleggen wat we daarmee doen. Ik heb hier even een voorbeeld gepakt en voor jullie informatie, dat is niet het voorbeeld wat ik daarnet gemeten heb. Dit is een ander voorbeeld, maar puur omdat je met dit voorbeeld goed kan laten zien wat we nou uiteindelijk aan het doen zijn. Want dat is nog steeds mijn doel met deze filmpjes, dat we snappen waarom we bepaalde dingen doen en hoe we ze doen. Dus het is even een ander voorbeeldje, maar je ziet al, als we naar het linkeroog gaan kijken, dat er heel veel kleurtjes op staan. Dat is een heel mooi voorbeeld om even erbij te pakken. En als we gaan kijken, je ziet hier dat we te maken hebben met de traanfilmanalyse. Dus eigenlijk de Nibud-meting, maar de Phoenix noemt dat dus de traanfilmanalyse. En dan kan ik op dubbel klikken. Op dat linkeroog, dan kan ik op dubbel klikken. En dan opent hij en dan gaan er ineens heel veel dingen gebeuren. Ineens zien we verschillende kaders ontstaan. En dat zien we hier. En dat kan heel intimiderend overkomen. Schrik er niet van. Het is relatief eenvoudig. Alleen, ja, het ziet er best wel complex uit. Nou, wat voor indruk kun je op je consument maken? Maar over de consument gesproken, of je patiënt gesproken. Dit vind ik echt subliem hoe de CSO dit laat zien. Lang niet iedere topograaf heeft dit goed voor elkaar. Maar dit laat heel mooi ook voor een consument, patiënt, dadelijk zien wat er nou scheelt. Het is zo objectief en zo helder weergegeven dat je aan een consument dat perfect kan tonen. En nogmaals, maak je gebruik van de CSO Antares of de Sirius of de MS39, dan heb je beschikking over deze tool. En voor zover ik weet, of je moet echt investeren in filmanalyse apparaat, Ufix HDA100, maar de andere topografen hebben dit niet zo mooi voor elkaar dan de Antares, of in ieder geval de Phoenix software op dit moment, dan CSO. Nou, we gaan eens kijken, wat zien we hier? We zien hier aan de linkerkant zien we eigenlijk die cirkels die dus op het oog geprojecteerd zijn. Ga ik je verder wat laten zien, maar dat zien we aan de linkerkant. Je ziet hier rechtsonder van het plaatje 17,3. Dat is het aantal seconden en milliseconden zeg maar, dat er gemeten is. We zien aan de rechterkant het plaatje wat eigenlijk laat zien waar de dry spots, waar de droge plekken zijn gekomen. En aan de linksonder aan die kant zien we eigenlijk de aantal seconden die daarvoor nodig zijn geweest om dat te bereiken. En aan de rechterkant zien we een grafiek waar ook de nodige informatie staat. En daar gaan we het zo dadelijk ook nog eventjes over hebben. En we zien hier nog een legenda. En die legenda, ja, je kunt hier naar kijken, je kunt naar de grafiek kijken. Eigenlijk zeggen beide wel hetzelfde. En wat ik nou zo mooi vind en waar ik echt enthousiast over ben met de Phoenix software, is het volgende. Je kunt namelijk dat filmpje wat je gemaakt hebt, kun je opnieuw afspelen. En de
zien het real life gebeuren. En dan kun je naar die consument het perfect laten zien. Dus ik weet niet of dat heel mooi overkomt met de screen capture, maar op het moment dat ik hem nu aanzet, dan zie je dat die persoon geknipperd heeft, dat die cirkels er perfect mooi ronduit zien. Je ziet ook dat het hier helemaal groen is en dat er eigenlijk nog niks aan de hand is, maar je ziet het hier al gaan komen. Dus je kunt aan die consument heel mooi laten zien van, hey joh, hier gaan de problemen gaan die ontstaan en zo ontwikkelt dat zich. Dus daar heb je, ik zet hem eventjes op pauze, anders blijft hij doorgaan. Maar daar heb je dus eigenlijk helemaal niks zeg maar, voor nodig. Je kunt eigenlijk zeg maar, een consument dat laten zien en die snapt dat bij wijze van zelf al wel. Het is heel objectief en daar hou ik van. Hoe objectiever het is, hoe minder ik hoef uit te leggen aan een consument. Hoe meer inzichtelijk het is, ja, hoe beter en hoe sterker zeg maar, het verhaal is. En met andere woorden, dat het echt een probleem van hun is. En dat zij vooral niet het probleem van ons moeten maken. Hè? Dus je laat het heel mooi zien. Nou, nogmaals. Daar kun je heel mooi laten zien van, joh, wat je hier de verandering in ziet, zie je automatisch hier op aan de rechterzijde zie je daar terugkomen. Dat is heel mooi, 1-op-1. Ik vind dit heel mooi voor een consument. Hier zie je die seconden staan, maar die grafiek, daar wil ik het nog even over hebben, want dat is wel mooi. Alleen, hoe moet je hem nou aflezen? Nou, aan de onderkant zie je de aantal seconden staan, zeg maar. De aantal seconden staan. En aan de linkerkant zie je het percentage van de oppervlakte, van de totale oppervlakte wat gemeten is. Hoeveel percentage oppervlakte wat is drooggekomen. Nou, en vervolgens heb je hier die niet non-invasive buttmeting. Dit is bij die 5 seconden, zie je ook hier staan, die 5 seconden. Er staat dan een uitroeptekentje achter dat dus een soort van alarmerend is. Dat laat zien van, joh, dit is het moment dat de eerste dry spot kwam. Dit is de eerste dry spot. Dus dit is het moment, hier was er helemaal niks aan de hand. De traanfilm was stabiel, maar hier begon hij open te breken. Dat is het punt wat je daar ziet. Vervolgens zie je ook een nibut. Average buttmeting, dus een non-invasive buttmeting, maar dan een gemiddelde ervan, een average, een gemiddelde, en die is 9,7. En die zien we hier weer gegeven. En wat bedoelen we daar nou mee? Nou, wat eigenlijk om je een beeld te geven is het volgende. Je ziet al die tijden zie je hier staan, al die tijden zie je hier staan. En bij die average meting is eigenlijk al die tijden bij elkaar opgeteld, gedeeld door de gebiedjes. Dus dan ga je dus een gemiddelde krijgen. En dan zie je dus dat hij hier wel openbreekt. En vervolgens gaat hij als een raket omhoog. En hier breekt hij eigenlijk helemaal open. Dus in de verloop van een grafiek kan je ook nog eens een keer vertellen hoe snel of hoe traag een oog droog gaat vallen. En je kunt je voorstellen hoe hoger dat average buttgetal, dat is hoe kleiner moet ik eigenlijk zeggen, hoe dichter dat dus bij die break-up time zit, hoe sneller dat oog zal droogvallen. Dus dit geeft je gewoon heel veel informatie en houvast en inzicht wat er uiteindelijk gebeurt. Het mooie is, kijk, in mijn lenspraktijk doe ik ook heel veel behandelingen aan droge ogen. En je kunt het dus, omdat je het objectief vastlegt, kun je ook die verschillen inzichtelijk gaan maken. En om je even een idee te geven, ik ga even uit deze meting. Deze dame die heb ik meerdere malen gezien. En vervolgens heb ik diezelfde meting gedaan na een aantal weken van behandelen. En vervolgens, hij is weer even aan het rekenen. Dat mag eventjes duren natuurlijk. Maar vervolgens zien we dus dat we die nibut zeg maar, enorm weten op te rekken. Dus eigenlijk door die behandelingen die we bij haar gedaan hebben, vrij intensief. Dat is een tijdrovende klus, geloof me, mind you. Hebben we eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat de traanfilm dusdanig stabieler is geworden. Waardoor de consument een stuk minder klachten ervaart. En ook veel minder oogdruppeltjes en dat soort dingen hoeft te gebruiken. Dus ik wil alleen maar aangeven van joh, je kunt het zo objectief laten zien. En ook de verschillen op een gegeven moment in kaart gaan brengen. Er zit er wat ruisfactor in, eerlijk is eerlijk. Maar voor een behandeling, na een behandeling kun je heel mooi zeg maar, die verschillen zichtbaar maken. Dan kun je ook een consument of een patiënt laten zien wat uiteindelijk het effect is geweest. Dus een nibutmeting zegt niet alles over die traanfilm. Daar moet je veel meer metingen voor doen. Maar het geeft je wel een mooi inzicht. En zeker naar een consument toe om op een objectieve manier iets te vertellen over hun traanfilmkwaliteit. Ik hoop je met dit filmpje veel meer inzicht te hebben gegeven hoe je een nibut meting kunt doen met je Phoenix software. En dat noemt de Phoenix software dus een traanfilmanalyse. Ik nodig je ook heel erg uit om dit toe te gaan passen in de praktijk. En niet alleen maar bij die lensdragers, maar eigenlijk kun je dit toepassen voor iedereen. Ook die brildrager die misschien tranende ogen heeft of een wisselvallig zicht ervaart. Zet hem achter die topograaf en je zult daar waarschijnlijk wat meer antwoorden in gaan vinden. En zo wordt je topograaf in je praktijk een multifunctioneel apparaat en brengt die eigenlijk nog meer zijn geld op.
Eén ding wat ik je echt nog een keer met klem bij zeg, en dat heb ik al in dit filmpje een paar keer herhaald, maar ik blijf het doen. Deze meting, daar kun je niet gelijk allerlei soorten analyses op loslaten. Wil je echt iets met droge ogen doen, dan zul je veel meer metingen moeten doen. Allerlei soorten vragenlijsten in moeten vullen. Het is een vrij complexe materie. Maar het is in ieder geval een eerste stap. Mocht je daar heel veel meer van willen weten en je daar interesseren en dat misschien zelf ook allemaal willen gaan doen, dan kan ik je verwijzen naar de Tyfos Due Studies. Dat is eigenlijk een report die online staat. Die kun je gaan kijken, die kun je gewoon lezen. En dan kun je er veel meer over gaan leren. Maar nogmaals, wat ik uit mijn eigen praktijk weet, mijn eigen lenspraktijk weet, ik doe heel veel met droge ogen. En het is een tijdrovende klus. En ik blijf ze ook zeggen, ja, je moet er ook wel tijd voor kunnen maken in je praktijk. En als je dat niet kan, hey jongens, geen enkel probleem. Doe dit soort metingen en verwijs eventueel door naar een specialist die daar wel die tijd voor vrij kan maken. Maar het is in ieder geval een extra service die je aan je consument kunt geven. Maar wees een beetje voorzichtig met gelijk mijn volledige analyses en conclusies op na te houden. Ja? Wij gaan weer door met andere filmpjes opnemen. Nou, ik denk dat jullie ook weer genoeg andere dingen te doen hebben. Mochten jullie dit dus een leuk filmpje gevonden hebben, zou het wel even zijn dat je dan snel in die korte tijd nog even een duimpje zou geven. Mocht je dit ook een leuk filmpje hebben gevonden, zeggen, joh, ik wil eigenlijk wel veel meer hiervan weten of dit blijven volgen. Abonneer je dan op ons kanaal. En wat je ook kunt doen is met dat belletje ernaast eigenlijk aanvinken. En dan krijg je een berichtje, een notificatie wanneer er weer een nieuw filmpje online staat. Zouden we heel erg leuk vinden. En mocht je sowieso suggesties hebben voor filmpjes, hè, dan kun je het sowieso hieronder aan de comments loslaten. Of je kunt even een mailtje sturen naar Optiek XL. We lezen het allemaal en dan gaan wij kijken hoe we dat vorm kunnen geven. En wanneer we dat eventueel voor je kunnen opnemen. Voor nu zeg ik tot ziens. Tot de volgende week weer. En ik zou zeggen, jongens, lekker er niet met gaan doen. Ik hoor het wel. Groetjes!